ben nu in Barbaten. En toen ik hier aankwam varen, toen kwam ik dus langs een afgezet gebied. En er was een tonijnnet. En nou blijkt dat dit dus een ontzettend tonijndorp is. Ze houden zich wel aan hun quota, want het gaat over de blauwe tonijn. Daar ging het een tijdje echt niet goed mee. Maar de lokale specialiteit is dus tonijn. En ze vragen hier niet eens of je tonijn wil, maar ook welk stuk wil je van een tonijn? Wil je van de kop, van de buik? Dus het zijn hier experts. Die komen hier ook ieder jaar. Komen Japanners komen hier tonijn keuren en kopen voor in de beste sushi restaurantjes in Japan zelf. Dus eet smakelijk. Ja, Pieter, maar die Japanse tonijnhonger heeft ook voor heel veel problemen gezorgd. Zo hebben ze een deel van de industrie in de Middellandse Zee overgenomen en zijn met de ringnetten gaan vissen. En zelfs Gaddafi heeft daar geld aan verdiend. Dit kun je wel weer een mijlpaal noemen. Achter mij Tarifa, of in ieder geval het eilandje hier ook, de Punto Marocchi. En Marokko ligt hier ook 10 mijl aan de overkant. Je kunt het bijna zien, maar niet helemaal vandaag. Ja, Tarifa ken ik als kind, als windsurfer natuurlijk, als de plek waar het altijd als een puist waaide. Ik heb uiteindelijk nooit de droom waargemaakt om hier te gaan windsurfen, maar het is wel mooi om hier nu even langs te varen. Met weinig wind. Gisteren waaide het hier nog heel hard en ook de stroming. En je kunt hier zo'n beetje 3 uur voor hoogwater in Gibraltar redelijk rustig langs. In ieder geval vandaag. En dat is prima. En uiteraard is zo'n punt in het nauwste deel van een zeedoorgang natuurlijk goed voorzien van fortificaties. Ik denk dat de Mooren hier vaker land zijn gekomen. Natuurlijk achter mij Gibraltar, nog zo'n fort, Engelse kolonie en een kolonie apen. Dus ik ben benieuwd, maar ik ga daar niet de toerist uit hangen, hier ben ik pas nog geweest. En het stikt ook weer van de forten, kazematten, Point Europe en vis en chips. Ik weet niet of ik daar aan ga doen. En waarschijnlijk kun je hier goedkoop tanken, want ik zie nogal wat superjachten. En in Gibraltar kan het steeds gekker, want nu kon ik niet in de jachthaven, omdat ik te klein ben. Ze hadden alleen nog maar ruimte voor grote schepen. Tja. Dus nu moet ik naar een andere marina tussen de superyachts. Daar pas je dan wel tussen. Málaga, Motril, Cabo de Gata y Melilla Radio. Málaga, Motril, Cabo de Gata y Melilla Radio con repetición, mensaje de urgencia. Información número 1 de hoy día 26 a las 14:29 UTC. Embarcación neumática con 34 personas a bordo, navegando o a la deriva. Salió de la costa norte de Marruecos hacia la costa española. Se solicita al tráfico que mantenga una buena vigilancia, asista si es necesario y reporte cualquier avistamiento al salvamento marítimo de Almería o la estación radiocostera más próxima. Fin de información, aquí Málaga, Motril, Cabo de Gata y Melilla Radio, día 26, 16:22 UTC, corto. Nou, dat is dus mijn eerste aanraking met het vluchtelingenprobleem. Want dat was dus een melding van de Coast Guard, dat er in de straat van Gibraltar een boot met vluchtelingen drijft. Richting Spanje van Marokko.